Wat ik wel heel mooi vond, een dag later, ook voor een trainer, Ernst Faber, niet Ernst. Ik wou net zeggen. Ernst. En Clarisse. Ja. Maar dat is toch wel mooi. Ik vind het wel mooi, want hij maakt bekend dat hij weggaat. En dan schijnen er de supporters te zijn die het er niet mee eens zijn. Idioot? Ik moest denken, jij hebt dat ook een keer meegemaakt, bij Den Bosch. Toen jij bekendmaakte dat je naar Willem II ging. Was er onwijs veel stampij over. Ja, dat was wel een hele rare vervelende situatie. Ja, toch? Ja, want jij hebt toen die wedstrijd ook niet gespeeld, toch? Nee, samen met Kees van Buren hebben we die niet gespeeld. Alleen het is op wonderbaarlijke wijze, volgens mij, het is eigenlijk gewoon verkeerd naar buiten gebracht. Het was een beslissing van zowel de staf als spelersgroep. Die ons wilde behoeden voor die wedstrijd. Voor die positie waarin wij verkeerden. Alleen het kwam naar buiten als dat Jornes Peters en Kees van Buren niet wilden spelen. Dat is zo nooit gezegd. Alleen daardoor krijg je wel alles over je heen. En met internet van tegenwoordig, dan moet je wel eens wat slikken. Ja, dat heb ik al gauw gedaan, ja. Maar wat volgens mij... Kijk, dat hij naar Groningen gaat is voor die supporters geen probleem. Maar wat hen steekt, en dat snap ik wel, is dat hij daar met champagne stond bij Groningen. Dat had hij gewoon nooit moeten doen, vind ik. Ja, want? Maar waarom niet? Nou, als jij nou morgen Streppel in Heerenveen aan de champagne ziet. Dan zit hij ernaast, hoor, als Streppel naar Heerenveen. Even los daarvan. Nee, ja, dat is toch... Dan kijk je toch anders tegen de trainer aan daarna. Ja, is dat zo? Aan de andere kant, hij gaat niet naar Groningen omdat hij het niet leuk vindt, toch? Dan mag dat toch ook gevierd worden? Ceremonieel, zo'n glasje champagne. Ja. Nou, ik zou de spelers ook wel begrijpen. Dat spelers ook wel... Ja, gebeurt natuurlijk regelmatig dat je al bij een club hebt getekend. Maar moet NEC zich niet meer... Alleen ik vraag me wel af waarom je in het seizoen dan zo... een presentatie wil doen als Groninger zijn. Dat is het. Ja, want dat kan ook na het seizoen. Je maakt het bekend tijdens het seizoen. Maar ja... Ik zie dat de NEC zich veel meer moet afvragen... waarom gaat er nou weer een trainer weg? En daar ben ik ook met je eens. Nee, absoluut. Maar het is ook gewoon een stap vooruit. Echt om die champagne. Ja, maar als niet dat gedonder... We hebben het hier vorige week ook lang over gehad over Santos. Die trouwens echt... Die 2-2 was echt een wereldgoal. Fantastisch. Het begon met die Rens van Eijden die... eigen 16 zo. Die iemand uithakte. Die Mielik voor mij was het. Toen dacht ik, oh mijn god, als dit maar goed gaat. En toen binnen 10 seconden hing die 2-2 erachter. Ja, je prachtige foto. Hij had wel een geweldige timing, hè? Ja. Die gaat hangen en... Maar hier is het allemaal mee begonnen natuurlijk. Die onvrede van Ernst Faber. Ja. Maar nee, wat dat betreft... ik vind niet zo'n sterke clubleiding bij NEC. Dat is al meermalen gewoon gebleken. Ja. Het lukt ze dus nu weer niet om echt een goede trainer... want dat staat buiten kijf... in Nijmegen te houden. Dus ik ben benieuwd wie er... Ja, wie het daar wordt. Wie er nu weer intrapt, zeg maar. Want, ik vind het ook jammer met die contracten... dat aflopende contracten wordt zo belangrijk zijn... en de keuzes die zowel een club, maar ook trainers maken, eigenlijk. Ja. Dus je hebt gewoon een contract afgesloten. Het bestuur natuurlijk, hè? Want hij inderdaad. Dat is allemaal gebleken, Je sluit een contract af als speler met een club... en dan voor 3 jaar, alleen een anderhalf jaar of... Na, 2 jaar beginnen ze eigenlijk altijd dreigen van komt er druk op. Ja. Maar ja. Ik vind het ook een soort kapitaalsvernietiging. Want je haalt een speler voor, laten we zeggen, 3 jaar. En dan wil hij na 2 jaar wil hij niet verder. En dan betaal je nog wel een jaar zijn contract door. Want het is wel afgesproken. Ja. Maar dan zet je hem gewoon voor de geheime tribune. Ja, ik vind dat gek. Maar het is ook het gekke is dat bijvoorbeeld voor zijn contract loopt ook af. Ja. Daar is nooit iets mee gebeurd. Maar met Santos en Roma. Santos zelf natuurlijk heel veel mee te maken. Die heeft dat wel een beetje. Kijk, als jij buiten gaat lopen roepen hoeveel je moet kosten. Omdat je PSV weg wil. Ja, maar denk je dat zijn teamgenoten daar iets uitmaakt? Of dat de trainer het iets uitmaakt? Misschien dat hij juist een keer vooral de sporters. Niet hypocriet is. Ja, maar het maakt gewoon juist... Meestal als zo'n clausule lekt, dan komt dat vanuit de spelers zelf, toch? Omdat ze zoiets hebben van... Of zaken dit is maar mijn... Ja, precies. Goed, laten we...